Zou u gemeenteraadslid willen worden? Oh god, nee. Geen denken aan. Dat is niks voor mij politiek. Nou, dat denk ik toch van niet. Nou, dat weet ik niet per se, maar er kunnen wel dingen veranderd worden. Ik heb er wel eens over gedacht, maar ik ben politiek wel geëngageerd. Maar om nou in de gemeenteraad te gaan zitten en het eindeloze gekissenbis tussen 15 partijen af te wachten, daar heb ik echt geen trek in. Ja. Zou u gemeenteraadslid willen worden? Nee, beslist niet. Nee hoor. Nee, echt niet. En waarom zou u dat niet willen worden? Omdat ik er te oud voor ben. Dus ze doen toch wat ze zullen willen in de gemeente Almelo. Is dat zo? Ja, dat is zo. Kijk maar naar het gemeentehuis, wat voor kleur dat het heeft. Dat zegt toch al genoeg, de kleur van de VVD. Nee, zou ik niet willen worden. En heeft u daar een speciale reden voor? Vooral in deze tijd niet. Nu, ik bedoel hoe onze gemeenteraad eruit ziet met al die verschillende partijen. Zou ik me dat helemaal niet ambiëren. Ik heb niet het idee dat ik iets wezenlijks kan bijdragen. Binnenkort zijn de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad. Zou jij gemeenteraadslid willen worden? Ja, nee, of zo weet ik veel. Nee. Wat is dat dan? Nou, dat je de burgers van Almelo vertegenwoordigt in het bestuur van de stad. Dus dan mag ik alles zeggen wat hier gebeurt in Almelo? Nou ja, binnen de normen van fatsoen mag je meepraten, ja. Ja, nou als ik mag beslissen dan wel. Nee. Nee, dat zou ik niet willen worden. Dat is niet uw ambacht? Nee, eigenlijk niet. Ik kom uit Wierden en dat, ja... Beetje, maar daar zijn ook gemeenteraadsverkiezingen. Ja, maar ik ben daar niet voor in de wieg gelegd. Daar zijn anderen meer geschikt voor? Denk ik wel, ja. Nee, ik ben te oud. Ze zeggen wel dat naarmate de mens ouder wordt, dat hij ook wijzer wordt. Dat klopt. Waar zou jij je sterk voor maken wanneer je in de gemeenteraad zou zitten? Wat zou ik dan doen of zo? Ja, welke voorstellen je zou doen? Dat wil ik eigenlijk niet zeggen op beeld. Ze zeggen dat ouderdom en wijsheid wel samengaan. Ja, dank u wel. Maar nee, daar bedank ik echt voor hoor. Misschien heeft het bestuur van de stad wel heel veel wijze mensen nodig. Ja, misschien wel, ja. Ja. Nee, dat laat maar iemand anders doen. En wat zouden voor de jongeren moeten veranderen of verbeteren? Ik vind, er zijn heel veel winkels weggegaan en misschien gewoon wat meer winkels en ook wat winkels voor jongere mensen zoals Zara of zo, gewoon ja, wat leuker. Wat houdt u dan tegen? Nou, dat er veel te veel partijen zijn. Er moeten, zijn zoveel losse meningjes, mensen die kunnen niet meer samen tot één consensus komen om ergens over te denken. Het is altijd mijn kleine tuintje moet het beste zijn en alle andere vind ik niet belangrijk. Welke dingen moeten er per se veranderen in Almelo, volgens u? Oh jeetje, dat is moeilijk. Dat vind ik echt heel erg lastig. Ik denk dat er meer oog moet zijn voor de sociale kant van Almelo. Want we zijn op dat gebied een zwakke stad. En ik gun iedere Almelo ietsjes meer dan nu. Beter wonen, beter onderwijs enzovoort. Ja. Ik kan me voorstellen dat je zegt, ik vind dat er meer speeltuintoestellen voor kinderen in de stad moeten komen. Of hondenuitlaatplekken. Genoeg te verzinnen. Je moet al je liefde voor je hond hebben. Om terug te komen bij de beginvraag, je zou wel gemeenteraadslid willen worden. Daar moet ik me nog even iets beter in verdiepen. En misschien wel. Is dat niet voor de arbeider weggelegd hier in Almelo? Eenmalige uitkering wordt zomaar afgeschaft. Allemaal van die gekke dingen. Dus, nee, politiek in Almelo interesseert me helemaal niet. Hou ik het nog niet. Dank u wel. Oké, geen dank.